Goedemorgen allemaal en welkom in een nieuwe weekvlog. Ik heb me verslapen. Ik zal vandaag met Charissa naar Amsterdam gaan. En mijn wekker ging af en ik was moe. Dus ik sliep verder. En het was 35 minuten later. Dus ik ben buiten adem. Ik moet in de gaten houden dat mijn bus niet komt, want anders mis ik mijn bus ook nog. Oh, Jezus Christus. Oh. Oeps. Ik ga dus naar Amsterdam. Ik vertel straks wel verder wat we allemaal gaan doen. Ik ben moe. Helemaal. Kijk hoe mooi we eruit zien. We zitten nu bij de Graduates haarsalon en we gaan ons haar laten kleuren. En ik ga nog niet zeggen wat het wordt. We gaan straks laten zien, maar het wordt echt. Ik ben heel erg benieuwd. Het is al heel lang geleden dat ik mijn haar heb laten verven. Dus ik vind het zo ook wel mooi eigenlijk. Net zo'n paraplu met mijn haar zo. Ja, prachtig. Oké, jongens, we zijn klaar. Het heeft 4,5 uur geduurd, maar het is echt heel leuk geworden. En ik ga het zo meteen nog even laten zien hoe het eruit ziet. Maar we zijn net naar Polarberry geweest. En ik weet niet of jullie haar kennen, maar zij heeft ook een Instagram. Superleuk. Polarbear. Polarbear heet ze. En ze heeft nou zo'n winkeltje geopend waar je van super mooie aardbeidjes kunt kopen. En dit zijn ze. Ik ga ze opeten, want ik heb zo honger. Ik heb alleen nog maar worteltjes op. En meloen. Want ik dacht ik ga weer gezond doen. Maar ja, inmiddels is het al bijna 5 uur en heb ik alleen nog maar dat op. Dus ik ga nu genieten van mijn aardbeien. Ik zal even foto's maken op Instagram. En dan gaan we daar nog even wat foto's maken van ons haar. En nog even rondlopen. En we gaan straks spaghetti eten. Ik heb al zo lang zin in spaghetti. En we houden van spaghetti. Voor de laatste in Amsterdam hebben we ook spaghetti op. Spaghetti is mijn leven. Spaghetti is everything. Maar nu ga ik eerst aardbei eten, jongens. Het waren 2 euro per stuk als je er 3 nam. En dit is smaak aardbei. Een aardbei met smaak aardbei. Ik ga nu even naar de oven. Oh, het is echt heel lekker. Oh my god. Nee. Vooral als je al niks hebt gegeten sinds 12 uur, is het echt 11 uur, 10 uur. Heerlijk. Is het lekker? Ja, heel lekker. Is het lekker? Maar ik ga heel lekker niet eten. Nee? Nee. Nou, oh, ik wel hoor. Charissa is de pony kwijt. Ja. Heb je hem gevonden? Ja, ik denk het. Kijk. Jongens, we eten. Ik had net gevecht met een wesp. Ja. Ik was aan het stalken en hij ging niet weg. Maar nu is hij weg. Nee jongens, ik heb gewoon een bruschetta op met mozzarella. Ik haat kaas. Ik heb geproefd en het was best lekker. Ja, oké, jongens, we zijn in de Primark en het was eigenlijk een heel slecht idee om hier naartoe te komen, maar deze sokken kan ik niet laten liggen. Oké. Dit zijn Honeydew sokken van Harry Potter en ze hebben die fluffy sokken en daar staat het merk op en ze zijn zo leuk en ik moet ze gewoon meenemen. Ik heb echt een sokkenverslaving, ik heb veel te veel sokken thuis en elke keer als ik bij de Primark kom, dan koop ik sokken. En nu heb ik alweer sokken en ze blijven gewoon komen, maar ze zijn gewoon leuk en lekker. En zij neemt pantoffels. Good morning y'all, het is vandaag zaterdag en het is Sweetener Day, want Ariana's album is gisteren uitgekomen. En ik had gisteren al een beetje gevlogd, maar ik was zo moe en ik moest naar mijn werk. Dus het was een beetje meh. Maar ik heb mijn merchandise aan, ik heb een trui mee. En ik ga vandaag in Utrecht, want ik ga samen met Femi gaan we flyeren. En we hebben echt meer dan 100 flyers mee. Dus we gaan even goed Sweetener promoten. Oh ja, en nog iets. Ik heb deze camera, heb ik dus al een jaar. De Canon GCVX. En ik ben er van de week pas achtergekomen dat je gewoon een aparte filmstand hebt op dat draaiknopje. En waarmee je beeld gewoon veel scherper is als je beweegt. En dat wist ik niet, heb ik nooit geweten. Ik heb het ook nog nooit gebruikt. Maar ja, vanaf nu wel. Dus dat is gewoon hartstikke dom. Maar ja. Nou jongens, we zijn in de Mediamarkt. En we gaan kijken of we Sweetener kunnen vinden. Kijk, onze merch. Daar staan ze. Oh, dat ze staan al helemaal over de hele rij. Dat staat goed. Oh god. Oh my god, dat is heel mooi. Hoor. Oh ja. Yeah. Oh, staat ze ook op. Sorry, Ari. Nou jongens, we hebben een album. En we gaan dus een giveaway doen met die cd. Maar dit komt nog online, laat het onder weten. En we hebben allebei een poster gekregen. Superleuk. Alleen ze werden een beetje boos dat ik in de winkel aan het filmen was. Maar ja,
Een beetje boos. Een beetje boos. Maar nee, misschien was er hartstikke een leidinggevende. Kijk jongens. Hij is super groot en super mooi. Nou, dit zijn ze hoor. En we hebben plakband. En we gaan ze even over ophangen. Op het ekker. Alsjeblieft. Dankjewel. Extra cadeautje als je een boekje koopt. Dacht het niet. Nou, de winkel ziet er weer mooi uit. Dangerous woman. Maar ze kon ze al zien wat het was, of dat nog niet? Kijk dit! Oh my god, ik wilde eerst deze poster laten zien. Kijk deze. Oh, en toen zat ik deze in de etalage hangen. Yes. Oh, dat is zo mooi. Ik ga vanavond dus gewoon nog een extra. Yes. Oké, okay, jongens. Ik tril echt zo ontzettend erg. Ik was in de douche. En ik heb een rode kop. En ik heb opeens heel veel notificaties op Twitter en op Instagram. Dus ik denk, huh? Oh my god, Julia. Ik sta op Ariana's Instagram story. Oh my god, Femi en ik waren... Ik ben gewoon helemaal aan het trillen. Femi en ik waren gisteren in Utrecht om te promoten. Had ik gevlogd. Oh, jongens, niet normaal. Oké. Okay. En... Dit staat op haar story. Die foto van mij en Femi staat op haar story. Ah, holy shit, dit is zo... Oh my god, jongens. Kijk mijn hand. Oh my god, dit is zo leuk. Betrokken uit. Ah, dit is zo leuk. Oh my god. Oh my god, ik ga even allemaal comments lezen. Oh, jongens, ik sta gewoon op haar Instagram story. Ze heeft gewoon mijn tweet gezien. Oh my god. Mijn vader is thuis. Papa! Ariana heeft een foto van mij op haar Instagram story geplaatst. Ja. Holy balls. Oké, ik heb Femi echt al 4 of 3 keer gebeld. Maar ze heeft nog steeds niet gezien. En ze neemt niet op. Hallo allemaal, ik ben vandaag in Tilburg. En ik ga altijd met de bus, want dat is gewoon hartstikke makkelijk. En ik begon net op Netflix, begon ik die nieuwe film te kijken. To All the Boys I've Loved Before. Alleen ik word zo ontzettend misselijk als ik in een bus of in een auto op mijn scherm zit. Dus ik ben zo misselijk, maar ik wil ook gewoon verder kijken. Maar ja, ik ben nog niet eens op de helft. Maar goed, ik ben in Tilburg. Ik ga vandaag iets heel leuks doen. Tenminste, ik vind het wel leuk om te doen. Want ik ben namelijk een mystery shopper. En ik heb vandaag een andere opdracht die ik ga doen. Dus ik ga nou een mystery shop opdracht doen. Dus ik ben heel benieuwd. Dat heb ik al een paar keer eerder gedaan. Dus best wel leuk. Want ik ben erachter gekomen door mijn vorige werk. Die maakte daar gebruik van. En ik dacht, ja, ik wil toch wel eens uitproberen. Want het is volgens mij best wel chill. Want het is best wel leuk. Dus dat ga ik nou doen. En daarna ga ik even langs mijn oma, want er is een pakketje binnen. En dat is echt het leukste pakketje die ik ooit ga binnenkrijgen via een samenwerking. Maar dat ga ik allemaal laten zien. Gaan we eerst eventjes de opdracht doen. Nou jongens, het is gelukt hoor. Ik ga zo eerst terug de bus in. En dan ga ik die film weer kijken. Dan kijken hoe lang het duurt totdat ik weer kotsmisselijk word. Heb je dat ook? Ik vind het zo irritant. Ik word gewoon in de auto, in een bus, boot... Zelfs met dat paracelen word ik gewoon zo misselijk. En het is zo irritant. Want je kan gewoon niks doen. Behalve voor je uitstaren en hopen dat je niet gaat kotsen. Hoe kan weer leed? Ja. Jongens, ik moet nog echt wennen aan mijn staart omdat het zo kort is. Want normaal hangt het gewoon voor me en heb ik hier gewoon haar. Nu lijkt het gewoon dat ik kaal ben. En dat vind ik heel irritant. Ik wil gewoon wat hier voor me hebben hangen. Snap je? Oké, okay. Ik heb het pakketje dus hier.
En het is een samenwerking. Ik probeer even met één hand te filmen en met de andere hem open te maken. Maar het is dus een samenwerking met Universal Music. En dat is zo'n platenlabel die alles regelt van artiesten en zo. En hier zit dus een trui in van Ariana en die cd. En oh my god, dit is echt het beste pakketje dat ik ooit heb gehad. En ik heb echt heel honger, dus daarom ben ik echt... Oh, ik moet zo echt even eten, want ik heb alleen maar 3 boterhammen op vanochtend. En het is bijna 4 uur. Nee. Oh my god, volgens mij hebben ze die fanbox meegestuurd. Ze hebben gewoon die fanbox meegestuurd. Oh my god, ze hebben gewoon die fanbox meegestuurd. Oh my god, wat leuk. Ja? Tegen mijn camera. Oh, hier ben ik echt heel blij, want er zitten echt popsockets in en tattoos en zo. Jongens, ik ben hier zo ontzettend blij mee. Ik was zo zenuwachtig. Ik had hem opgegeven voor die collab. En dan wordt je maar uitgekozen of niet. En ik dacht echt, jongens, hallo. Ik ben zo fan, ze moeten me uitkiezen. En toen was ik uitgekozen. Ik ben zo ontzettend blij. Gewoon die fanbox. Oh, ik zat eerst nog te denken, want ze hadden erbij gestuurd. Jij krijgt zo'n doos en dan zit dan de cd in en de trui. En ik dacht, maar misschien sturen ze die ene erbij. Wacht, ik ga hem even openmaken en dan ga ik het aan jullie laten zien, jongens. Oké, dit is de doos. En kijk hoe mooi die gewoon alleen al is. Ik ben zo blij. Oké, hoe ga ik hem openmaken? Mijn hand is te klein. Het lukt net niet. Oké. Dit is zo leuk, jongens. Oh my god. Daar is de cd. En die popsocket. Kijk hoe leuk die popsocket is. Hoe cute. En ik draag echt best wel vaak popsockets. Maar ik weet niet of ik deze nog ga gebruiken. Misschien vind ik dat zonde. En hier zitten denk ik die Polaroids in en die poster. Oh ja, en die tattoos. Hoe cute. Oké, dit is de poster. Die is heel mooi. Kijk, dit is die misvormde voet. Oké, dit is de poster. Superleuk. En die tattoos. En die Polaroids. Zitten die er nou nog in? Oh ja. Zo mooi. Oh, ik ben hier zo blij mee. Ik had gehoopt dat ze die fanbox mee zouden sturen. Maar ik had het echt niet verwacht. Oké, nu ga ik eten. Ik ga zo even die trui aan doen. En ik ben helemaal goed in mijn mood. Gewoon gisteren gepost op haar Instagram story. En nu dit. Ik ben helemaal blij, jongens. Oké, ik weet niet wat het is met deze dag. Maar ik krijg net een tweet van 538. Gefeliciteerd, jij bent Ariana Grande's nieuwste day sweetener. Maar ik kan helemaal niet herinneren dat ik met een wedstrijd heb meegedaan. Maar dit is hartstikke leuk natuurlijk. Oké. Jongens, ik ben echt blij. Maar alsnog, ik moet even kijken waarmee ik heb meegedaan. Want ik herinner me echt niks meer. Ik ben echt heel warm. Maar kijk hoe leuk deze trui is, jongens. Dit is echt een nieuwe favoriete trui. Ik ben er zo blij mee. Ik ben echt blij. Het is oprecht... De beste collab die ik ooit in mijn leven heb gehad, gewoon. Hij zit bij je hand. Oh my god. Ja. Wil je dat ding ook doen? Ja, oké, wacht even. Waar is die nu? Weet ik niet. Oeh, ik dacht even dat hij net niet open kwam. Kijk nou. Kijk haar hand, oké. Okay. Zo zagen net alle zijn handen eruit. De mijne is nou best wel schoon in mijn broek en mijn schoenen en mijn trui. Maar we hebben leuke foto's. Ja, alles voor de foto. Zeker. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag dinsdag en het is koud. Het is echt geen zomer meer. En het enige wat ik letterlijk met lange mouwen in mijn kast heb, dat is deze koptop. Dus ik wilde deze broek aan met mijn riem en er was gewoon niks wat erbij paste wat lange mouwen had. Dus ik dacht, nou doe maar een koptop. Ik ga zo meteen even lunchen met mijn oma. Want dan gaan we even naar zo'n restaurantje waar ze super lekkere carpaccio salade hebben. En ik ben vanochtend, op mijn vrijdag, heb ik de wekker gezet om 7:30. Omdat er een wedstrijd online kwam van Ariana Grande voor in Londen. Het was allemaal geprobeerd en dat ging niet. Maar we hadden allemaal mensen die hadden uitgehozen die maar geen fan waren. Dus iedereen op Twitter was een helemaal groot drama. Maar ja, het is dus niet gelukt. Ik had dus gewoon nog 3 uur langer kunnen slapen. Maar ja, hè, ik kon dit altijd proberen. Ik lijk zo heel bruin trouwens in het licht. Maar dat komt gewoon door dit shirtje, denk ik. Ik weet niet, op een of andere manier vind ik blauw... ...mij heel bruin maken.
in mijn mond vol. Ik film nog, dus je hoeft niet te poseren. Huh? Ik zei ik film. Wacht, kom dan. En dan moet je zitten.